Als een boom te ver achterover hangt om de velling met velwiggen te doen, moet hij met een lier overgetrokken worden. Zorg voor een veilige opstelling, maak de vluchtroutes vrij en zaag een goede valkuil. Begin de velsneden aan de kant van de boom waar het meeste gewicht hangt. Sla een velwig in de zaagsnede om te voorkomen dat de boom het zaagblad vastklemt. Nu kan je de velsnede afwerken, de omgeving waarschuwen, de vluchtroute gebruiken en het commando geven om te trekken. Spreek duidelijke handsignalen af of gebruik een radioverbinding om een goede communicatie te verzekeren. Tijdens de val van de boom kijk je uit voor vallende takken. Als je bomen velt met een lier, heb je niet alleen een goede zaagtechniek nodig. Je moet ook vertrouwen hebben in de sterkte van de breuklijst om je velling zonder stress uit te voeren. We tonen hier een voorbeeld waarbij de kabel geen voorspanning heeft. Daardoor gaat de boom op een gegeven moment wat achterover en komt het zaagblad klem te zitten. De breuklijst zorgt ervoor dat de boom niet weg kan. Door de kabel licht aan te spannen, kan de boom nu zonder problemen geveld worden.